school is ontruimd, want er mag niemand in het gebouw blijven. Dus wij hebben noodopvang bij de Kromme Douche, een restaurant hier in Hoogmade. Dus daar gaan we met de kinderen heen. Zijn ze geschrokken? Ja, we zijn allemaal behoorlijk geschrokken inderdaad. Ik ga niet verder. Ik vind het vreselijk. Het is heel zonde. Het symbool van Hoogmade eigenlijk. Ja, dat wel, ja. Ja. Nou, het is echt, maar ook vooral, ik hoop dat het niet verder slaat naar de nieuwe school en daarnaast. En dat er geen gewonden zijn. Dat vind ik vooral het belangrijkste. Die toren, dat is een drama. Dat is, ja, uit de verte zag je altijd de Hoogmadense kerktoren al. Dus dat was eigenlijk gewoon een heel mooi punt, die toren. En als dat verloren gaat, ja, dus, en dat wordt nu natuurlijk dramatisch, want wat gaan we doen? Het is echt de kern van Hoogmade, het hart. Iedereen is hier gedoopt en getrouwd en noem maar op. Weet je, in de wijde omtrek zag je overal zag je die groene spits. En ja, weet je, er werden ook concerten ingegeven. En nou ja, straks natuurlijk met de kerst. Ja, dan zit hij natuurlijk alweer vol, de kerk. Maar ja, dat is allemaal weg nu natuurlijk. Ja, ik kan het nog even niet helemaal behappen. Nee. Nee, echt heel erg.